Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunens. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal? Druk dan hier beneden op de knop op abonneren en misschien enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. En wil je me een bedankje sturen omdat je het leuk vindt, de content die ik maak, dan kan dat hier beneden in de video op de button bedankt. En nou, hartstikke bedankt ook, lieve mensen. Ik hou van jullie heel erg veel. Ik krijg super lieve cadeautjes en nou, het is heel erg leuk om te geven en ook te ontvangen. We zijn beland bij redenvoering 30. Saint-Germain, 29 november 1934. Redenvoering van Saint-Germain op Dankdag. Beminde studenten van het licht. Vandaag is het inderdaad een van de grootste dankdagen die ik gedurende 100 jaar heb meegemaakt. Wanneer ik zie hoe het licht de erkenning en de aanvaarding van de machtige Ik Ben tegenwoordigheid ontvangen en gebruikt wordt door honderden studenten in Amerika, dan is dit werkelijk een moment van vreugde en dankbaar. Nou, het zijn dus geen honderden studenten meer. Het zijn inmiddels honderdduizenden of miljoenen mensen die hiermee bezig zijn. En wauw, wat zitten we in een prachtige tijd. Vanaf nu is iedere dag een dankdag, want oh my god. Wij zitten echt in de omwenteling. Het is te mooi. Ik zend niet alleen mijn liefde en zegeningen naar de studenten, maar de volledige heerschaar van opgevaren meesters. De grote kosmische meesters, de grote witte boodschap, het legioen van het licht en zij die hulp verlenen van op Venus sluiten zich aan bij deze lofbetuigingen. En dankbaarheid voor het ware licht dat zich verspreidt onder de mensen. Ik waardeer ten zeerste elke hulp van de studenten onder deze straling, die de boeken met deze redenvoeringen drukken en verspreiden onder de mensen. Want dit is momenteel de grootste dienst die kan betoond worden. Maar ja, het is natuurlijk ook commercialiseren. Hè? Ik bedoel, er wordt ook geld gevraagd om dit boek te kopen, zeg maar, of te verkopen. En dus ja, weet je, soms ontkom je er gewoon niet aan. Want het is onmogelijk om miljoenen mensen te gaan voorzien van de boeken als ze zelf het papier en alles moeten drukken voor degene die dus het nog niet uit de materiële substantie kunnen halen. Dus ergens, ja, weet je, geld is niet slecht, hè, liefheid. Alleen het moet niet uitgebuit worden. Dat is wat anders. De grootste noodzaak in deze tijd is het vestigen van de aandacht van de mensen op de ene grote bron die de nodige hulp kan verlenen. Met name de machtige Ik Ben tegenwoordigheid in de heerschaar van de opgevaren meesters. De aandacht van de mensen die gericht is op deze grote bron veroorzaakt de vereiste opening voor de uitstorting van het grote eeuwigdurende kosmische licht, zodat dit licht verder kan stromen in de driedimensionale wereld. Niet enkel om het bewustzijn van de mensen te bereiken, maar ook om door te dringen in omstandigheden die dringend moeten herzien worden. Het is mijn wens dat alle studenten onder deze straling hun individuele verantwoordelijkheid voelen door hun denkvermogen en hun lichaam in harmonie te houden en door hun gedachten en emoties te blijven openstellen voor de leidende wijsheid en volmaaktheid van de machtige Ik Ben tegenwoordigheid. Dit maakt het mogelijk dat er aan de mensen hulp wordt geboden waarvan ze zich onmogelijk een beeld kunnen vormen. Omdat hun begripsvermogen steeds geruime tijd beperkt is. Ik wens dat iedere student begrijpt en sterk aanvoelt dat de grote opgevaren meester en ikzelf klaarstaan om iedere persoon alle mogelijke hulp te bieden die de wet van zijn wezen toestaat. Het is noodzakelijk dat studenten altijd standvastig en onverzettelijk in de tegenwoordigheid staan, totdat de lagere menselijke creaties rondom hen opgelost en verteerd zijn. Dan zullen het machtig licht, de wijsheid en de kracht van de Ik Ben tegenwoordigheid hun denkvermogen, hun wezen en hun leefwereld overspoelen met deze glorievolle straling van hen en hun leefwereld vervullen met de harmonie, het geluk en de vervolmaaktheid waar elk hart zo vurig naar verlangt.
Ik verzoek allen om wel bepaald, bewust en beschermend werk te verrichten voor Amerika, zodat het kosmische licht en de eeuwige volmaaktheid de aarde kan omhullen, natuurlijk voor alles op deze planeet en voor alle landen. Maar hij vertelde natuurlijk nu in Amerika. Zodat het kosmische licht en de eeuwige volmaaktheid de aarde kon omhullen en alle tweedracht kan verwijderen en verteren. Daar zal het nest wel zitten dan, hè? Ga vervolgens voort met het zegenen van personen, plaatsen, omstandigheden en zaken. Want het is de machtige, wonderlijke werkzaamheid die de mensen zal leiden naar de voorspoed en het geluk die allen zo vurig verlangen. Met grote vreugde kan ik u melden dat er reeds veel bescherming gegeven is aan de oostkust, van Philadelphia tot Maine. Indien deze bescherming niet gegeven was, zouden sommige van uw steden vandaag tot ruïnes vervallen zijn. Beminden, dit verduidelijkt wat het betekent een machtige brandpunt van de opgevaren meesters in uw midden te brengen. Enkel wanneer uw innerlijke inzicht geopend is om de ware werkelijkheid te zien en te kennen, kunt u enig begrip hebben van de waarheid waarover ik zojuist sprak. Mogen uw hart van vreugde vervuld zijn en mogen uw ernstige werken voor de gezondheid, het welslagen en de voorspoed van de boodschappers die het kanaal waren waardoor dit brandpunt van bescherming gegeven werd. Diegenen die de boodschappers of het werk bekritiseren, zijn waarlijk ongelukkigen. Zij waren beter niet in dit lichaam geboren. Beminde studenten, tracht in alle oprechtheid de werkelijkheid en de oneindige zegeningen van dit werk te voelen, zodat uw wereld en Amerika het heil van deze zegeningen mag oogsten. Woorden zijn ontoereikend om de volheid van mijn dankbaarheid voor u zeer oprechte inspanning weer te geven. Uw bekwaamheid en macht om te zegenen en voorspoed te brengen zal steeds toenemen wanneer u standvastig trouw blijft aan uw machtige Ik Ben tegenwoordigheid. Mijn liefde omhult u, mijn licht verlicht u en de wijsheid van de machtige Ik Ben tegenwoordigheid begunstigt u met de volheid van alle volmaaktheid. De liefde van de machtige heerschaar, van de opgevaren meesters, van de grote witte broederschap en van het legioen van licht omhult u altijd. Ik ben oprecht in het licht. Saint Germain. Nou, lieve mensen, we zijn aanbeland bij redenvoering 31. Dit was een korte, dit was redenvoering 30. Ja, we zijn al bijna bij het einde. Nog 3 redenvoeringen. Nou, maar we hebben heel veel mooie, prachtige boeken. Ik zal nog veel meer vertellen. En nou, heel veel liefde en geluk voor jullie. Ik hou van jullie. Doei!